Lieve luisteraar, fijn dat je weer luistert. Vandaag ben ik in Os bij Puur Suzanne. En Suzanne is foodblogger. En Suzanne, super tof dat je tijd voor mij vrijmaakt. Ja, en heel leuk. Leuk dat jij in mijn podcast wilt komen. Suzanne, mijn eerste vraag aan jou is, waar krijg jij energie van? Nou, van lekker eten. Lekker eten? Ja, dat is het eerste wat nu in mij opkomt eigenlijk. Ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Ja, en vandaar is het denk ik ook wel mijn blog ontstaan. Ja. Omdat ik gewoon van lekker en goed eten en gezond eten hou. En daar ben ik heel erg nieuwsgierig, hè? Want je hebt een blog en wij kennen elkaar ook eigenlijk al vanuit best wel een tijdje kennen we elkaar. Vier, vijf jaar. Ja. Toen het online leven nog niet zo populair was als dat het nu is, denk ik. Toen zag het er nog heel anders uit dan dat het nu was. Jij hebt jouw blog, en ondertussen werk jij fulltime voor je blog, maar die ben je destijds van een passie is die ontstaan. Mm-hmm, klopt. Hoe is die passie voor voeding ontstaan? Nou, het is eigenlijk ontstaan omdat ik altijd last had van mijn darmen. En dat heet volgens mij officieel PDS of zo, spastische darmsyndroom of iets dergelijks. Nou ja, het doet er eigenlijk niet toe hoe het precies heet. Dokter zei dat op mijn 16e of zo tegen mij. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, daar moet je maar mee leren leven. Accepteerde ik niet helemaal. Dus toen ben ik gaan experimenteren met voeding. En dat ben ik, denk volgens mij 16 en 17 vond ik het allemaal nog niet zo interessant. Dan ben je gewoon puber. Volgens mij wil je dan gewoon eten wat iedereen eet. En toen ben ik op reis gegaan, een paar jaar later. En toen kwam ik erachter hoeveel effect voeding op je lijf had. Vooral vlees eten merkte ik dat het een hele zware belasting was voor mijn darmen. En toen ben ik gewoon gaandeweg gaan onderzoeken wat voor mij werkte. En toen 5 jaar geleden of 6 jaar, ik weet niet meer precies, toen was Instagram net een beetje opkomend. Toen ging ik daar fotootjes delen van mijn eten. En het waren wat gezondere dingen dan normaal. En toen gingen mensen vragen van, hey Suzanne, wat is het recept? En toen dacht ik echt letterlijk, oh, het is misschien handig als ik een website maak. En toen zei ik tegen mijn vriend, ja, verzin eens even een naam. En toen verzon hij de naam. En toen Puur Suzanne. Ja. En toen hebben we hier samen die website aangemaakt. En zo is het eigenlijk ontstaan. En gewoon eigenlijk omdat andere mensen, hij vroeg, oké. Wat is het recept? Wat is het recept? Ja, of hoe doe jij dat? En toen ben ik daar gewoon over gaan vertellen. Ja. Maar omdat ik Instagram niet helemaal handig vond, omdat je dan, ja, die recept kon je dan niet handig terugvinden of kon ik niet handig naar mijn moeder sturen. Ja. En zodoende is het ontstaan. Oh, dat is wel cool. En dat is ook wel gaaf, want jij bent inderdaad echt ook via Instagram begonnen. Gewoon foto's te maken van je eten. Ja. Maar hier op deze tafel. Hier, ja, deze achtergrond van deze tafel, die herken ik ook nog inderdaad bij heel veel foodfoto's. Ja, ja. Ja, dus hier. Dus hier is het allemaal begonnen. Ja. En jij zegt, hè, je had een spastische darm. Ja. Heb je daar nu nog steeds last van? Of, ja, zelden. Wanneer merk je dat je er wel last van hebt? Ja, als ik te veel brood eet. Echt, als ik gewoon niet op mijn voeding let. Dus echt, ik merk gewoon dat tarwe, dat het heel belastend is voor mijn darmen. Zuivel gaat ook niet heel goed bij mij. Zo zijn een aantal dingen. En als ik gewoon daar niet op let en merk dat ik dat te veel doe. Mm-hmm. Of als ik heel veel stress heb, dan speelt het op. Speelt het op, ja. En destijds was dat nog in extremere mate? Ja, was in extremere mate. Maar ook omdat ik gewoon niet wist waar het precies vandaan kwam. Dus dan ga je er een beetje mee spelen. En als een arts dan tegen jou zegt, ja Suzanne, daar moet je mee leren leven. En die zegt, eet meer vezels, eet meer brood. Mm-hmm. Wijze van. En je krijgt meer last van die brood. Ja, dus ik wist gewoon niet waar het precies vandaan kwam. Mm-hmm. En daardoor weet je dan ook niet goed hoe je het moet herstellen. Als ik nu voel opkomen, denk ik van, oké, wat is de reden dat het gebeurt? En dan ga ik kijken hoe ik in ieder geval kan zorgen voor verlichting. Ja. En dan is het met een halve dag is over. Dan moet je eens kijken. Maar ja, vroeger had ik gewoon weken last. Ja. En had ik gewoon, denk een 6 maanden zwangere buik van mijn gevoel. Alles zit op. Oh. Het zit echt op. Oh, dat doet ook echt, dat doet echt, echt pijn. Dat doet echt pijn. Pijn, maar ook voor jezelf. Trouwens, denk ik ook wel iets dat het doet qua, als je merkt dat je zo'n opgezette buik hebt. Ja, dat ik gewoon niet zo buiten zijn. Daar had ik eigenlijk daar nog minder last van. Maar het is meer gewoon pijn, dat het gewoon niet fijn was. Ja, maar dat is puur de onwetendheid. Ja, maar ook gewoon onwetendheid van jezelf. Want je wordt als kind niet uitgelegd wat precies wel en niet gezond is. Wordt ook niet heel erg uitgelegd hoe je naar je lijf moet luisteren. En ook door een arts die gewoon zegt, ja Suzanne, daar moet je maar mee leren leven. Ja. Maar dat is sowieso bijzonder, hè? Van hoe de medische wereld in Nederland in elkaar steekt. Dat
ja, je moet er mee leren leven. Maar ook, ik vind het ook altijd bijzonder dat iedere arts voor hun eigen parochie praat. Of voor hun eigen of ze geven maar... Ze kregen volgens mij ook van die hele vieze zakjes. Die moet je dan wengen met water, meer vezels. Ja, als ik er nog aan denk, dan krijg ik rillingen. Oh, ja, en wat je dan allemaal met voeding kan doen. Ja. Dat is super interessant natuurlijk voor de luisteraars. Ja. Dat ze zoveel meer met voeding kunnen experimenteren. En hoe gaaf is dat je daar uiteindelijk gewoon je werk van hebt kunnen maken. Dat is heel tof. Ja, dat is heel tof. Maar dat ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar, want we zitten nu dus in Os, maar uiteindelijk kom jij niet. Jij komt uit de glazen stad te voeden. Ja, het Westland. Ja, en uiteindelijk ben je hier dus beland. Ja. Welke omwegen heb je allemaal gemaakt? Ja, welke omwegen? Nou, ik ben daar opgegroeid, een tuindersdochter, dus ik ben wel opgegroeid met liefde voor groenten. Mijn vader is paprika-teler. Daar bewandelde ik eigenlijk een beetje het gewone pad. Ik was goed in economie en wiskunde. Dus ja, dan zeggen ze, ga maar iets met cijfers doen. Dat deed ik. Ik deed management, economie en recht. Toen bij de Rabobank beland. Want hey, ik kon iets met cijfers. Werd ik toch wel een beetje ongelukkig op een gegeven moment. Daar een baan op gezegd. Toen ben ik gaan reizen. Gaan reizen? Ja. Waar ben je toen heen gegaan? Australië, Nieuw-Zeeland, China, Maleisië, Bali. Ja. En toen kwam ik terug. En toen heb ik volgens mij een jaar in de kledingwinkel gewerkt. En toen had ik ondertussen een relatie met Dennis. Mijn huidige vriend nog steeds. En toen ben ik verhuisd naar Os. Voor hem. Voor hem? Je bent ja. Dus... En voor de liefde ben ik verhuisd. Nou, echt helemaal naar Brabant. Ja. Helemaal naar een andere... Ja, andere provincie. Ja. Ja, en andere, tenminste, wat ik altijd heb ervaren, maar misschien mag ik het niet zeggen, dus ik wel een stukje andere mentaliteit hier ten opzichte van daar. Klopt. Heb je daar moeten wennen? Nee, ik vond het heel fijn. Toen ging ik wel weer bij de Rabobank werken, want ik dacht van oké, ik ga dus verhuizen. Wat kan ik heel goed? Ja. Nou ja, daar werken, dus laten we daar maar gewoon weer beginnen. Dat is dan iets makkelijker, dus toen ben ik bij de Rabobank weer terechtgekomen. En... Nee, vanaf dag 1 was het één warm bad. Dus nee, ik heb er echt nooit aan moeten wennen. Dat is wel bijzonder. Echt nooit. Bijzonder, hè? Want jij zei in het voorgesprek al, waar we even samen met de les, zei je al, ik heb eigenlijk best wel grote stappen voor sommige mensen genomen in mijn leven. En waarvan dit ook een grote stap is, dat je zomaar je vertrouwde omgeving opzegt. En dan nog wel een dorp waarin... waar niet heel snel mensen uitgaan. Nee, dus als je... Iedereen blijft daar. Bijna iedereen, ik denk 90% of zo, die willen niet heel snel verhuizen. Want ja, het Westland, daar word je geboren en daar ga je dood. Dat is een beetje de insteek daar. Dus ja, dat is wel een stap. Je hebt echt gewoon je eigen pad gevolgd. Yes. En wat maakt in jou dat jij... Je gaat echt voor je eigen keuzes. Ja. Ik bedoel... In mijn omgeving kom ik op mensen tegen die dat echt heel, heel moeilijk vinden. Mm-hmm. Maar waarom merk jij dat dat jou zoveel brengt? Nou, ik weet gewoon... Dat moet je wel eventjes 32 voor worden. Maar ik weet gewoon als ik iets anders ga doen... Omdat mijn omgeving het verwacht, krijg ik gewoon last. Ik krijg gewoon last van mijn lijf. Dan ga ik je darmen werken. Ja, dan gaan mijn darmen werken. Ik krijg migraine. Ik blokkeer aan alle kanten. Het is zelfs zo erg dat mijn hele rechterkant... Die gaat gewoon verlammen bijna. Ja, serieus? Ja, dat is zo erg. Ja, dan gaat de stress gaat hier zitten. Ja. Dat trekt helemaal door van boven naar beneden. Dus ja, weet je. En wanneer is dat voor het laatst? Wanneer je dat bij jezelf hebt gesignaleerd? Een maand geleden. Toen moest er ook weer ergens een stekker uit. Ja. Nou, en dan trek ik het eruit en dan is het klaar. En dan merk je dat loopt het op, want dan loop je dan waarschijnlijk Ja, daar loopt iets mee. Op. Ja, dat gaat niet altijd, het gaat ook niet altijd natuurlijk bewust. En dan kan je nog wel heel goed ontspannen en dat soort dingen doen. Maar ja, soms gaat er gewoon iets. Dus ja, ik ben gewoon heel gevoelig. En dat is ergens wel het zegen. Want ik weet gewoon, als ik andere dingen ga doen, dan... Ja. Ik kan gewoon niet meer dan. Nee, ja, dan merk je aan je lichaam. Maar in zo'n geval, als je rechterzijkant uitvalt, zeg maar, dan is het best wel... uitvalt. Het is in ieder geval, ik functioneer nog wel, maar het wordt gewoon een hele verkrampte kant. Ja, maar dat het verkrampt raakt. Heb je dan van tevoren ook nog signalen dat je denkt, achteraf gezien, misschien had ik al eerder die signalen moeten luisteren? Nee, dat
denk ik niet helemaal. Het is gewoon een soort noodrem. Dat is een noodrem. Ja, het is klaar. Het is klaar. Ja. En wat doe je dan als je dan zo'n moment hebt en je denkt van oké, er moeten keuzes gemaakt worden. Je hebt waarschijnlijk keuzes gemaakt. Maar uiteindelijk, hoe zorg je dan weer voor dat je die batterij weer opgeladen hebt? Dat gaat wel snel hoor. Als ik dan die keuze maak en dan is het ook wel heel snel klaar. Waar laat ik van op? Wandelen met mijn hond. Ja, ben je? Daar ligt te slapen. Ik hoop dat hij blijft slapen. of gewoon een avondje Netflixen. Lekker. Of naar een festival gaan of naar een concert gaan. Net. Dat soort dingen. Ja. Maar het is net waar ik behoefte aan heb. Mm-hmm. En als ik echt merk, zeg maar, als ik aan het werk ben en denk van, oh, het is te veel, pak mijn hond, ga ik naar het bos. En dan ga ik een uurtje wandelen. En dan denk ik, oh ja, daar zit het in. En dan ga ik dat oplossen. Ja. Dus dat is eigenlijk mee hoe het werkt. Oh. Nu bij mij. Fijn man, dat je ook met die hond, dat je ook echt gewoon daardoor echt naar buiten kan. Ja, dat is heel fijn. Ja. Maar je bent dus weer bij de Rabobank. En we zijn eventjes zijspoor. Eventjes terug naar de Rabobank. Ben jij in Os ook bij gaan werken? Weer bij ja, de Rabobank? Maar was niet hier in Os, was in Sint-Oederode, maar wel in ieder geval in Brabant. En daar ben ik gaan werken als zakelijk adviseur, bedrijfadviseur. En in die tijd is ook mijn blog ontstaan. En toen is jouw blog, dat creatieve... Ja, toen kwam dat er opeens uit, dat ik dat heel leuk vind. En dan ging ik me daarin ontwikkelen. En dacht van, oh, die foto's zijn niet mooi. Dus dan ga ik maar een fotografie-workshop doen. Ook snap ik van WordPress. Dus dan ging ik filmpjes kijken. En zo ging ik eigenlijk alles ontwikkelen. Ja, super. Ja, dat is wel mooi hoe dat gaat. Ja. En dan, je hebt nu, je zei het net, echt enorm veel bezoekers per maand. Ja. Hoeveel? 100.000. Stel je voor, die kunnen hier niet eens voor op het plein. Ja, dat heb ik echt niet. Mijn vader zei het ooit een keer, toen we een concert in Ziggo Dome, zei hij, ja, zoveel mensen keer 3 of zo, ik weet niet meer toen, komt er dus op je blog. En toen dacht ik echt, volgens mij keer 2 dan. Ik weet niet hoeveel. Hoeveel kunnen er in Ziggo? Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval heel veel. En dat ik daar echt zo stond en dacht, oh, dat vind ik best wel heel veel. Dat vind ik eigenlijk best wel eng dat er zoveel mensen zijn. Ja, dat is best veel. Ja. Sta je ook natuurlijk niet bij stil. Nee. En dat je dingen aan het creëren bent. Daar moet je ook maar niet aan denken. Nee, dat er zoveel mensen dan... Ja, maar dat is eigenlijk wel echt een hele prestatie. Want je komt natuurlijk van... Ja, 6 jaar geleden zei je volgens mij net? 4 jaar geleden? Ja, ik weet het niet precies. Ik denk 5 of 6. Ja, dat je gewoon begonnen bent met je blog. En daar 100.000 bezoekers toe werkt. Eerst in combinatie met je baan. Mm-hmm, klopt. Hoe deed je dat in die beginperiode? Nou, het was echt een hobby, hè. Dus ik vond het gewoon zo leuk om te doen. En dus ja, ik deed dat gewoon. Ja. Yeah. Dus het is niet van, oh, tijd voor maken. Ik vond het gewoon zo leuk en ik kreeg daar zoveel energie van. En eerst ging het natuurlijk wel ietsje makkelijker. Dan had ik avondeten gekookt en zet ik het op tafel en maakte ik een foto met mijn telefoon. Ja, ja. Dus dan gaat het nog wel een beetje, maar ja, dan ga je op een gegeven moment ontwikkelen. En dan ga je echt kookdagen inplannen en dan ga je echt met een camera fotograferen. Dus dan moet je er wel iets voor tijd voor vrijmaken. Volgens mij werkte bij de Rabobank, ja, ik werkte daar wel fulltime, maar het was daar... 4 keer 9 werkte je dan. Dus dan, was ik één dag daarmee bezig. En in het weekend eigenlijk wel. Ik was er altijd mee bezig. Ja, dat werkt. Zo is het dan vooral met je passie. Dan ja, dus ja, hoe doe je dat? Ja, ik vond het gewoon heel leuk. Het was gewoon mijn prio 1 ongeveer. Cool, ja. En hoe is dan wat was het moment dat je besloot van, joh, die baan bij de Rabobank. Daar ga ik afscheid van nemen. Nee, daar heb ik geen afscheid van genomen. Ze hebben afscheid van mij genomen. Ah! Ik had 3 keer een jaarcontract en ze gaven toen geen vaste contracten, dus dat hebben ze mij toen ook niet gegeven. Toen dacht ik, ja, maar die blog, dat wordt hem echt nog niet. Er moet wel meer bezoekers en het moet wel beter, waar ik daar echt mijn baan van kunnen maken. Dus toen moet ik toch maar weer een baan zoeken. En toen ben ik bij Heineken gaan werken als planner van de technische dienst. Dacht, ja, ik vind plannen leuk, dus toen. En toen ben ik er daar zo ingerold. En toen heb ik dat 1,5 jaar gedaan, volgens mij. En toen heb je wel zelf... Ja, toen heb ik wel zelf de keuze gemaakt. Ja? Want dat was sowieso... Het was superleuk om te doen. Was mijn droom aan niet. Was ook de ambitie niet. Maar ik wilde gewoon uit de bank willen. Want ik dacht, daar gaan we nooit meer naar terug. Dus er moet iets anders. En toen kwam dat op mijn pad. Dus, ja, mijn vriend werkte bij Adecco. En die... Zo ja, bij Heineken zoeken ze nog iemand. Toen heeft hij me voorgesteld. En dus zo ben ik daar gaan werken. En ik wist van, nou ja, het is niet mijn droom, maar het is wel superleuk, super tof bedrijf.
En ik was als uitzendkracht, dus ik kan twee dingen doen. Of ik kan gaan wachten tot zij zeggen, hey, Jeanne, de uitzendperiode houdt op. Of ik trek zelf de stekker eruit op het moment dat, ik dat wil. Dus dat heb ik gedaan. Ja, en toen ging het ook als een trein met je blog op dat moment. Want je gaf aan, bij de Thijs Rabank had je nog niet zo goed gevoel. Maar joh, nee, verdiende er volgens mij helemaal niks nog mee. Ik wist dat hele zakelijke deel van het bloggen, snapte ik nog niet. Wist ik niet hoe dat ging. Ja. Dus, maar toen het moment dat ik wegging bij de Rabobank, ging ik daar ook wel meer onderzoek naar doen. En toen heb ik me volgens mij ook net ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En toen ging ik dus bij Heineken aan de slag. En toen ging ik dat meer ontwikkelen en kijken. En toen had ik denk in februari een doel gezet van, ik wil een buffer voor 4 maanden hebben op dat moment. En ik wil zoveel bezoekers hebben. En als ik dat allebei heb gehaald, dan trek ik die stekker eruit daar. En toen... Ja, dan haal je dat. Ja, zo werkt dat. Zo werkt en dat. En toen heb ik mijn baan opgezet. Ja, ja, ja. En ik kreeg daar ook wel heel erg de ruimte hoor. Want het lijkt nu alsof ik daar echt alleen maar fulltime aan het werk was. Maar dat was al niet meer zo. Ik had daar wel gezegd van, ja, weet je, dit is wel wat ik echt wil gaan doen. Dus mag ik 4 dagen werken. En soms werkte ik er 3 of zo. En dan had ik een projectje dat ik voor mijn blog kon doen. En dus zij hebben me ook wel echt enorm geholpen. Gaaf, om naar die droom toe te gaan. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, dus je bent echt gewoon, als het ware, een plannetje gaan maken. Hoe kan ik voor die droom om mijn blog helemaal gaan? En wat heb ik aan, wat heb ik voor mezelf nodig? Privégeld en dan... Keer 4 had ik het volgens mij gedaan. Ja, dus gewoon je salaris of je... Ja, zeg maar een soort van salaris. Ja. Ja, ja, dat je dan in ieder geval nog ruimte hebt. Ja, dan dacht ik van, dan heb ik in ieder geval ruimte om... stel dat het nog niet gelijk goed gaat of niet lukt, dan heb ik in ieder geval niet die paniek van... Oh shit, als er geen geld binnenkomt. Nee, ja. Dat geeft wel heel veel rust, want dan kan je echt vanuit je doet dit vanuit je passie. Mm-hmm. En op het moment dat je niet die druk hebt van, ik moet geld verdienen... Creëer je denk ik ook leukere content. Ja, dan is het ook. Ja, want anders dan komt er gelijk al een hele zware druk op je te liggen. Ja. Dus dan had ik in ieder geval volgens mij 4 maanden. Ik weet het zelf eigenlijk niet eens meer precies. Dan had ik in ieder geval speelruimte voor mezelf. Dat ik dacht van, nou ja. Ja, gaaf. En jij, we hadden net al even over doelen. En straks liet je dat dus neus en lippen vallen van... Joh, ik heb dit jaar eigenlijk al mijn doelen al gerealiseerd. Ja. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. En je bent dan iemand, ik zag net ook al doelen plannen. Heel erg, ja. Dat je met heel erg met doelen stellen bezig bent. Waarom helpt dat jou zo, die doelen? Nou, anders dan ben je maar gewoon wat aan het doen. Ja. En dan, ja, dan voel ik... Weet je, ik heb geen baas. Er is niemand die anders tegen mij zegt... Joh, Suzanne, zou je dat wel eens gaan halen? Dus ik vind het gewoon heel leuk. Het werkt ook heel fijn. Het geeft een stukje motivatie. Ja, het geeft een motivatie om ergens naartoe te werken in ieder geval. En doe je dan doelen voor een maand formuleren of voor een jaar? Ja, heel verschillend. Ik moet zeggen dat mijn doelen nu wel ietsje losser zijn. Ik had een paar jaar geleden had ik wel echt strakke doelen, ook qua social media. Ik wilde op Facebook op de 10.000 volgers zitten. Een paar van die magische grenzen. Dat ik dacht van oké, Facebook moet op 10. Volgens mij Instagram wilde ik ook op 10 voordat ik überhaupt mijn baan op zou zeggen. En nu vind ik het sommige dingen ook wel gewoon goed genoeg. Ja, een stukje goed genoeg. Dat is eigenlijk wel heel mooi dat je dat vindt. Ja, want dan denk ik, ja, hoe ver wil je gaan? Wat levert het me op? En dat, ja, weet je, ik zet nu geen doelen meer voor Facebook en Instagram. Qua nummers. Qua nummers in ieder geval. Wel voor mijn website. Mm-hmm. Omdat ik dan denk, ja, weet je, dan kan ik nog, dan heb ik iets. Dus mijn doel van dit jaar was 100.000. Dat stadion kan je afvuren. Ja, en dan denk ik van, oh, moet ik nu weer een nieuw bezoekersje? Dat weet ik nog even niet. Nee. Dus dat niet, maar en ik zit ook wel jaardoel. Ik zet een omzetdoel, dat sowieso. Voor elk jaar, maar ik zit ook wel persoonlijke doelen in de zin van, ik wil bepaalde boeken gelezen hebben. Nou ja, niet bepaalde boeken, maar dan denk ik van, ik wil meer tijd offline, dus ik wil dit jaar 10 boeken hebben gelezen. Ja. Of die alle 10 in 1 maand lees. Dat maakt het niet dat uit. Maakt het niet uit. Nee. En heb je nog andere doelen dit jaar gerealiseerd? Waar je terug ziet? Naar New York. Ik wilde heel graag naar New York. Dus hebben mijn vriend en ik gefixt. Mooi. Die 100.000 bezoekers. Omzetdoel weet ik niet of ik ga het halen. je hebt nog gewoon 2 maanden om te knallen. Dus nog 2 maanden. En verder.
Maar die... Ja, ik wilde ook sowieso naar een live event van een... in ieder geval naar een live event van een ondernemer. Dus ik ga naar Michael op Bedarzik. Ja, super, ja. In november, 2 dagen. Dus dat was ook een doel. Oh, dat ben ja. Ik ben heel benieuwd waar je daarvan gaat zo vinden. Maak ik altijd wel iets. Maar in het begin van het jaar, dan noem ik geen goede voornemens. Maar maak ik altijd wel een soort van plan of dingen die ik wil. Ja, soort, ik ben afgelopen week bezig geweest met een soort bucketlist-lijst. Ja, zeg maar. Ja, ik zag het voorbij komen. Ja. Voor mij waren het dan ook echt die fucking dingen van, joh, wat vind je reet eng, wat ga je dan nog doen? Yeah. Nou, je hebt een hele mooie tattoo laten zetten, zou voor mij echt een fucking ding zijn. Moet je ook gewoon doen, stelt helemaal niks voor. En dat is wel echt een fucking ding hoor, als je het over fucking hebt. Want hoeveel mensen daar geen mening over hebben? Ja, heel veel. Ja. 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 Ja, van, oh, zou je dat wel doen? Ik heb bewust tegen niemand, bijna niemand gezegd vooraf, expres. Mm-hmm. En als je dan eenmaal opslaat, oh, waarom heb je dat gedaan? Wat betekent dat? Oh, zo groot, waarom? Gaat er nooit meer af? Oh, wat als je heel oud bent? Ja. En wat doen dan die reacties met jou? Niks. Niks? Nou, niks. Ik denk dan wel weer, oké. Dit is... kijk, het doet wel iets in de zin van... Oké, van waarom moeten mensen altijd een mening hebben? Waarom wordt dit gezegd? Maar het is niet dat ik er wakker van lig of... denk, oh, die vriendschap ga ik verbreken. Of, oh, die hoef ik nooit meer te zien. Dus nee. In dat opzicht doet het me niks. Maar ik heb natuurlijk al bewust het tegen niemand gezegd vooraf. Ja, dat je weet dat die reacties kunnen komen. Ja. Terwijl ik er niet om vraag. Nee. Maar dat is wel heel mooi. Je beschermt jezelf als het ware. Ja. Tevoren, omdat je weet, dit is mijn... Wil ik heel graag. Ja, dit is mijn keuze, mijn pad. Dus ik ga die tatoeage zetten, omdat ik dat wil. En wat jouw mening is, ja, moet jij lekker weten. Het is mijn lijf. Ja, mooi. Dat is wel krachtig. Heb je dat altijd zo gehad dat je zegt... Ja, ik denk dat het nu wel sterker is. Omdat je al wel een paar heftige dingen hebt gedaan. Mm-hmm. Maar ik schrik dus soms toch nog wel steeds dat er... Dat mensen dus echt nog steeds... Dat er ja, toch altijd nog wel ergens een mening om de hoek komt kijken. Terwijl je er helemaal niet om vraagt. Nee. Maar naarmate je ouder wordt, dat vind ik echt heel fijn. Heb ik daar wel minder last van of zo. Dus dat je meer je eigen pad... Ja, ja dat, ik denk dat ik toen ik jonger was het wel moeilijker vond. Ik deed het wel, maar dan had ik er wel meer last van. Mm-hmm, mm-hmm. Kon ik daar echt wel dagen van huilen. Dan dacht ik alweer, waarom moet ik het nou weer anders doen? En waarom moet je nou weer iets ervan zeggen? Dat. En nu denk ik echt, ja, dat is echt lekker. Ja, prima. Weet je al, ja. Het is wel, want ik herken wel wat je zegt, weet je, dat ik me elke keer verbaasd ben. Of dat ik verbaasd ben. Dat mensen een mening daarover hebben, dat vind ik prima. Maar dat ze dat moeten uiten. Maar dat ze het tegen mij moeten zeggen. Ongevraagd. Ja. Weet je, dat jij iemand vraagt voor veel. Want iemand zegt oprecht, nee, het zou niet mijn keus zijn. Vind ik heel mooi. Ja. Maar als gewoon mensen, als je gewoon... Heb je zo'n ding op je arm? Ja, dat vind ik sta ik elke keer van te kijken. Dat het gewoon gebeurt. Dus ik vond het wel weer een mooie metafoor. Dat ik dacht, oh ja, oké. Ja. 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 En je zegt, ik heb nog wel meer... spannende dingen gedaan of die al eerder, die denk van, oh, dat was ook wel een dingetje waar je dacht van... Nou ja, een baan opzeggen voor een onzeker blogger bestaan. Ja. Dat is er ook best wel één. Verhuizen voor de liefde naar de andere kant van Nederland. Daar kunnen mensen ook nog wel iets van vinden. Ook ooit een keer een vast contract bij de Rabobank opgezegd voor een wereldreis. Ja. Kunnen mensen ook al iets van. Ik vind het wel heel stoer. Ja. Ja, en ik heb ook een tijdje Antikraak gewoond. Vinden mensen ook iets van. Ja. Dus weet je, ik ben het, het went een soort van. Ja. Maar het blijft me wel verbazen, dat wel. Ja, je kiest echt je eigen pad, dat zie je wel. Dat is wel heel erg mooi. En een stukje Antikraak wonen vind ik ook gewoon. Want hoe ging dat dan qua voeding destijds? Was het tijdens je studententijd? Nee. Ik werkte toen al wel. Toen woonde ik samen met een vriendin. Volgens mij kookten we wel gewoon altijd voor elkaar. En hoe doe je dat nu? Want je hebt nu, je zei net als ze kookdagen. Ja. De kerstperiode komt eraan. Waarschijnlijk komen er meer recepten online. Je plant van tevoren gestructureerd in welke recepten je gaat maken. En... Ja, maar dat gaat niet zo... Want jij begint nu over kerst en nu denk ik echt... Kerst, hè? Dus nee, zo gestructureerd is het net niet. Maar het is wel...
Dat ik content voor uitmaak. Dus dat ik denk van oké, de herfst komt er nu aan. Nu was het toch nog wel een beetje erg mooi weer. Dus heb ik het even gelaten voor wat het was. Mm-hmm. Maar dan bedenk ik bijvoorbeeld op maandag. Oké, ik wil de komende tijd deze en deze recepten. En dan bedenk ik al wel ongeveer hoe het moet gaan worden. En dan maak ik dan een boodschappenlijstje. Ga ik daar boodschappen voor doen. En dan ga ik een dag of twee koken en fotograferen. Ja. En ga ik daarna het uittypen. En voor 2 dagen koken, hoeveel recepten heb je dan? Ja, ik maak er denk ik, ligt ook wel een beetje aan de recepten. Ik denk dat ik er 2 tot 6 op een dag maak. Mm-hmm, mm-hmm. Maar het ligt er ook aan hoeveel zin ik erin heb en hoe het weer is. Ja, en alles bij elkaar. Welke andere dingetjes nog gepland staan. Ja. Ja. En want je bent voor je werk ben je heel veel online. Mm-hmm. Je deelt ook heel veel online. Uiteraard zie je recepten, maar ook een stukje van je eigen leven. Ja. Hoe voelt dat voor jou om elke keer online te zijn? Ja, soms vind ik het heel vermoeiend. In de zin van, dan denk ik, je staat dus altijd aan. Dus ik vind dat heel moeilijk om los te gaan. Dat hele online vind ik superleuk. Instagram vind ik het allerleukste medium wat er is. En ik haal daar echt nog heel veel energie uit. Ik haal daar eigenlijk ook al mijn opdrachten uit. Dus ik moet daar ook, ik vind dat ik daar moet zijn. Dus dat vind ik heel leuk. Alleen soms zeg maar het offline gaan, dat vind ik soms lastig. Maar gisteren heb ik heel de dag Instagram van mijn telefoon gehad. Oh, serieus? Ja. Ja. Omdat je merkt dat je dat nodig had? Ja, want dan gaat die focus gaat eruit, hè. Mm-hmm. Je hebt het net gezien. Jij zat hier te lunchen en mijn telefoon gaat even. Dat gaat heel de dag. Dus dan moet. En ik kan, bij mij is altijd alles of niets. Dus ja, dan moet even die app eraf een dagje. Ja. En waarom kom je tot het feit dat je die app eraf haalt? Dus je merkt aan jezelf dat je die. Ja, ik had wel wat dingen te doen. Mm-hmm. En je had dus echt die focus echt letterlijk. Ja, ik had het nodig. Dus mm-hmm. Ja, dan hup, app eraf. En rammen. En dan zet je hem vanochtend op. Heb je het gevoel dat je dingen gemist hebt? Nee, tuurlijk niet. Nee. Dat vraag ik me dan wel eens af. Nee, je denkt dat je iets mist. Je denkt dat je iets mist, ja. Maar denk je dat het dan ook een soort van verslaving is? Ja, dat is het. Dat is het. Ja. Maar wat maakt dan dat het een verslaving is? Ja, mij is het. Ik denk dat ik wel een soort van verslaafd eraan ben. Mm-hmm. Maar het is een combi van dingen. Want het is bij mijn werk. Het is inspiratie. Mm-hmm. Het is connecten met anderen. Ik denk dat wij zelfs elkaar, misschien Twitter, maar of via Instagram hebben leren kennen. Dus ik haal er ook echt heel veel uit. Ja. En dat maakt het is niet één ding. Kijk, ik weet niet hoe het is voor als Instagram niet bij je werk hoort. Ik weet dan niet hoe dat klopt. Hoe dat zou zijn. Dat weet ik echt niet. Maar voor mij is werk, mijn volgers die willen iets van me weten, dus daar wil ik op reageren. Ik zit zelf, vind het gewoon leuk om te kijken. Ik wil connecten met mijn collega's, met mijn vriendinnen. Dus het is voor mij heel veel, waardoor dat wel een soort verslaving is of zo. En dat is ook wel het lastige natuurlijk. Want soms is gewoon werk beantwoorden van je volgers. Althans, zo voelt dat voor mij, zeg maar, als ik die berichtjes ga beantwoorden. Ja. Echt even nadenken, echt even, oké, hoe kan ik hen helpen? En dat voelt voor mij echt als werk. Maar gewoon het zelf, zeg maar, af en toe geïnspireerd worden. Ja, want ik vind het ook heel leuk om andere ondernemers op Instagram stories dingen te zien die ze doen. Of dat soort dingen. Ja, en dat is heel gaaf. Ja, dat is heel tof. Dus dat blijft voor mij echt heel lastig. Ja. En je hebt heb je met jezelf bepaalde afspraken? Nee. Dus tot 's avonds laat, 's ochtends vroeg. Nou, mijn vriend die zegt wel eens van, kan het ding weg? Oké. Dus als we samen gaan Netflixen of zo, dan gaat hij wel weg. Maar dan is een plaspauze of zo. Maar dan moet ik even een Instagram pauze hebben. Zoiets. Nee, ik heb daar niet heel erg. Ja, wel één ding. Telefoon is niet in de slaapkamer. Ja, dat is wel fijn. Ja, slim. En als ik opsta, dan ga ik altijd eerst een glas water drinken. En dan ga ik daarna wandelen met mijn hond. En dan neem ik de telefoon niet mee. Dus dat is wel een regel. Oh, dat is zeg echt, maar iets. Ja. Maar het is niet. Ik ga mezelf niet. Nee, je mag niet op je telefoon. Nee, hou op. Maar dat zijn toch wel dingetjes die je voor jezelf inplant. Om 's ochtends rustig de dag te beginnen. Ja. Want anders dan word je helemaal een soort. Geleefd. Ja. Maar ik kan niet helemaal zeggen dat ik daar hele zak afzakken over heb. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik het helemaal onder controle heb. Nee.
kan me helemaal voorstellen dat het ook extra lastig is als je eigen ondernemer bent. Dat je ook alleen bent. Of dat je alleen Benja de hond als collega hebt. Ja, dat het lastig is om daar die structuur in te houden. Want ben je op zelfbewust gedurende de dag bezig? Oké, hoe is mijn energieniveau? Hoe kan ik mijn energieniveau verhogen of langer te laag? Hoe doe je dat? Hoe manage je dat? Of hoe bouw je het komt bij mij in ieder geval. Ik begin mijn dag sowieso met een wandeling met de hond. Dus ik ben 's ochtends al een uur buiten. Dus dat is wel dat ik... Ja, dat zorgt in ieder geval dat ik... vol energie aan de dag begin. En hoe ik dat verder manage... Ja, door gezond te eten. Maar soms ook gewoon wel echt denken... Ja, fuck, ik heb gewoon echt zin in chocola. Dus ik ga gewoon nu chocola eten. Er komen natuurlijk ook best wel vaak van die pakketjes binnen. Met eten en zo. Dus dan eet ik wel eens ook gewoon iets ongezond. Maar de basis probeer ik wel echt te houden. Nou, in ieder geval... 's ochtends een wandeling. 's middags een wandeling met mijn hond. En door wel echt dag vaak wel te beginnen met een groene smoothie. Soms wel eerst koffie hoor. Maar dan wordt het moment dat ik dat... Ja, ik ben niet echt een ontbijter. Dus ik doe vaak dan wel eerst koffie. En dan later op de dag maak ik wel echt een gezond ontbijt. En dan met een groene smoothie. Of ik ga een omelet bakken. En ik manage dat ook wel door gewoon echt gezonde dingen in huis te halen. Ja, zodat als ik ga lunchen, dat ook gewoon echt iets gezonds is. Ja. En mijn blog is natuurlijk ook mijn stok achter de deur. Ik maak wat gezondere recepten. Ja. Ik zal ook niet heel snel ongezondere dingen maken. Dus als ik dan een kookdag heb, dan eet ik misschien wel wat te veel of zo. Ja. Maar het zijn wel gewoon dingen die mij voeden. Ja. En het is geen vulling. Dat heb je maar gelijk. Ik moet even lachen. Dat is alweer best wel een tijdje geleden. Heb jij een recept op online staan van je nachos? Oh ja, dat is heel erg. Dat is eigenlijk een van de weinige ongezonde of minder gezonde recepten. Ja. En een van de populairste recepten op je blog volgens mij. Ja, zo is er ook nog wel een Oreo-taart hoor, met kerst. Ik bedoel, het is niet dat ik anti-snoepen ben of zo, maar het voelt... Weet je, er is al zoveel ongezonde rommel in de wereld. Het voelt dan voor mij niet heel goed om dat keihard te gaan promoten. Dus ik maak liever gewoon... Ja. Een voedzame avondmaaltijd voor mijn blog. Dan, maar dan sta je ook eigenlijk voor aan de Suzanne. Dus dat is, snap ik ook heel goed dat je dat doet. Maar ik weet nog gewoon dat ik dat... Ja, maar die is ook volgens mij nog steeds. Ik durf bijna niet in de statistieken te kijken. Maar die is echt nog wel heel populair. En waarom durf je niet in de statistieken te kijken? Nou ja, ik durf niet. Weet je, het is niet dat ik het helemaal ga targeten. Maar meer dat ik denk, ik doe heel erg mijn best om gezond eten te promoten. En dan gaat iedereen dat... Ja. Het meest lezen en maken. Dat kan me helemaal voorstellen. Ik zie de laatste tijd dat bij jou ook dat je heel erg met een stukje duurzaamheid bezig bent. Wat betekent dat voor jou? Of wat houdt dat voor jou in je leven? Nou ja, wel eigenlijk alles hoor. Dat ik denk van, we hebben maar echt één planeet. En daar moeten we echt met z'n allen heel goed voor zorgen. En er zijn de laatste tijd best wel veel schokkende... berichten naar buiten gekomen, rapporten, dat ik echt denk, gaat het wel goed met die aarde? Dus, omdat ik best wel een groot platform heb, vind ik het ook leuk om gewoon over dat stukje wat ik met duurzaamheid doe, om dat te delen. Ja. Omdat het gewoon best wel lastig is. Hoe doe je dat? Ja, dus neem ik mensen daar ook weer in mee. Ja, en hoe doe jij dat dan? Ja, beginnen en kijken wat je kan aanpassen. Dat is eigenlijk ook met je voeding. Mm-hmm. Je gaat dat stapje voor stapje aanpassen. En nu ga ik kijken wat ik duurzamer kan doen. Dus heb ik de keuze gemaakt om begin dit jaar om geen kleding meer te kopen. Dat niet duurzaam is. Dus echt alleen nog maar duurzame merken. Ja, dat is al helemaal. Dus dat is ook alweer een doel. Ja, maar dat is een heel mooi doel. Ja. Dat is wel, maar ook wel omdat ik het gewoon aan mezelf niet meer verkocht kreeg. Dat ik dacht van maar als zoveel mensen mijn nieuwe kleding zien. Dan kan het maar beter gewoon een heel goed en tof merk zijn. Ja, en dat ook door de goede mensen is gemaakt die dat goed voor betaald hebben gekregen. Dat is super belangrijk natuurlijk. Dus dat is eigenlijk, maar het is meer, dat is ook gewoon omdat ik het zelf heel belangrijk vind. En dus zo is dat weer ontstaan. En zo verzin ik ook weer iedere keer iets nieuws voor mijn platform. Ja. Dat is wel heel mooi. En heb je voor jezelf nog een volgende stap waar je denkt... Oké, dit is wel een uitdaging voor mij om dit te verduurzamen? Ik vind boodschappen doen toch nog wel lastig hoor. Ik heb voor samenwerking met National Geographic... heb ik Stop met Plastic campagne gedaan. Ja. En ik blijf dat wel lastig vinden om zo min mogelijk plastic te gebruiken. Want dan ga ik naar de supermarkt.
En dan wil ik iets gezonds kopen. Dus dat is de hele tijd een mindfuck hè, bij mij. Dan denk ik, oké, ik wil gezond eten. Dus ik wil groente, fruit kopen. Maar ja, bij de supermarkt, er zit een zak appels. Dan koop je een zak appels. Dat is van plastic. Ja. Dus dat blijf ik wel, dat blijft een uitdaging. Ja. Ja, want dan zou je dus echt naar de boer moeten gaan. En, ja, maar ja. Ja, daar heb je niet altijd tijd voor. Nee. Ik niet. Nee. En ik denk meer mensen niet. Dus dat vind ik wel, ja, dat blijft een uitdaging. Ja, en natuurlijk in de grote stad, van die grote bulkwinkels. Maar die zijn hier niet. Nee. Dus ik vind dat wel lastig. En er is wel een supermarkt groenteboer. Dus daar doe ik heel veel mijn boodschappen. Maar als ik dus, ja, door tijdsdruk of zo, of niet goed genoeg plan, dan kom ik dus wel bij de gewone supermarkt. Ja, ja, en dan koop ik wel eens iets met plastic. Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad. Ik sta ook elke keer. Ik ben ook dat meisje in de rij die al de appels los op de ja, dat doe ik ook. Maar ja, zo lag er net lagen de komkommers. En die lagen wel weer met plastic. En dan denk ik, moet ik wel een komkommer kopen? Moet ik dan niet een komkommer? Ja, ja, dat blijft lastig. Ja, dat blijft lastig. Ja. Ja. Maar het is goed. En het is goed om daar. En daarom vind ik het een belangrijk onderwerp. Het is gewoon belangrijk dat je daar met elkaar over in gesprek bent. En dat ik daar met mijn volgers over in gesprek ben. En dat je ook daar met bedrijven mee in gesprek bent. En dan hoop ik dat het ooit een keer goed komt. Ja, ja, het is in ieder geval hè, dat kleine beetje wat wij er zelf aan bij kunnen dragen. Ja. Het is mooi dat je dat kan doen. Ja. Tenminste, ik vind dat zelf. Het is inderdaad vooral dat plastic is echt een enorme uitdaging. Ja, het is echt een uitdaging. Wij verzamelen het apart in een hele. Kan dat zoveel? Ja, het is ook heel veel. En ik let wel op heel veel dingen hoor. Ik zal nooit. Persoon zijn die bronwater in huis heeft. Mm-hmm. Ik bedoel, prima het water uit de kraan, maar gewoon ja, van die kleine dingen, zoals als je dan een komkommer wil kopen en die ligt dan toch in plastic. Ja, ja, ja. Blijft lastig. Schiet me net nog even iets erin, binnen, want jij hebt daar een lamp langs je computer staan. Oh ja, dat klopt. En ik weet wat jij iemand bent, hè. Jij bent, dat vind ik wat mooi aan jou, dat je ook op Instagram echt deelt, gewoon weet hoe het met je gaat. Ja, ja, ja. Dat je ook last hebt van een winterdip. Yep. En daar staat een hele mooie lamp, die gebruik jij mede daarvoor. Ja. Hoe werkt dat? Het is een daglichtlamp en die moet je 20 minuutjes per dag moet je daar naast gaan zitten. Dus daarom staat die daar en dan staat hij mooi naast mijn laptop. En dan zorgt die in ieder geval dat je voldoende daglicht binnenkrijgt, waardoor je energie ook weer omhoog gaat. Ik moet zeggen dat ik hem nu bijna nog niet heb gebruikt. Nee, hoor. Was het weer minder, dus toen had ik hem neergezet. Maar de laatste weken is er wel zoveel zonlicht dat het eigenlijk gewoon prima gaat. Ja. En nu is het ook nog echt gewoon heel erg goed natuurlijk. Maar je afgelopen winters heb je daar echt baat bij gehad? Ja, ja. Ja, want ik ben meestal echt zo in januari, dan word ik een beetje depressief. Altijd een beetje. Ja, dat klinkt echt heel zwaar misschien voor sommige mensen. Maar ja, dat is altijd een beetje wat bij me hoort. Dan is het gewoon te weinig zonlicht en dan mm-hmm. heb ik gewoon minder energie. En dan, ik dacht heel lang van, ja, ik mankeer iets. En weet je, ik heb een sport toch en ik eet goed. En verdomme, waarom voel ik me dan zo matig, zeg maar. En toen kreeg ik van heel veel volgers tip om zo'n daglichtlamp te kopen. Want ik kreeg het vorig jaar al veel eerder, volgens mij echt al in oktober. Dat ik echt dacht, oké, dit wordt echt een hele lange winter. Ik weet echt niet hoe ik hier doorheen moet komen. Zo. En toen ben ik daarmee begonnen en ja, was een prima winter. Zo. Oh, dat is fijn, man. Want ja, dan heb je altijd er wel mee gestruggeld. En dat ja, is toch ja, ja. En ik dacht gewoon, dat hoort bij mij. Januari is gewoon niet mijn maand. En dat wordt vanzelf weer beter. Ja. Maar ja, ik, het is dus echt dat. Maar dat is wel gaaf, hè? Want zo ben je uiteindelijk ook met jouw darmen aan de slag gegaan. Weten van dat iemand eigenlijk tegen jou zegt, het hoort bij mij. Ja. Bij jou, dan moet je maar mee leren leven. Ja, zeg, nee, dat is niet waar. Dat is ook met die lamp, weet je. Ja. We kunnen allemaal wel genoeg meenemen van dat je vage klachten hebt of dat iets bij je hoort. Maar je kan ook in die actiestand komen. Ja, klopt. En die zegt, ik ga ze onderzoeken, ik ga experimenteren. Ja, je schijnt ook vitamine D te kunnen slikken hoor, daarvoor. Ja. Dus dat kan ook helpen. En, dus ja. Jij slikt geen vitamine D? Nee. Dat heb ik zelf eigenlijk altijd gedaan. Maar straks denk ik weer wel hoor, in de winter. Dat ik straks echt als het. Maar dat, ja, ik speel daar altijd een beetje mee. Ja. En dan ben ik nieuwsgierig, want je zei ook, ik sport veel. Volgens mij, we hebben denk 2 of 3 weken geleden ook samen nog berichtjes gestuurd. En toen had je het over CrossFit. Ja, maar daar ben ik nog steeds niet aan begonnen. Dat is wel een mindfuck of zo. Welke mindfuck is dat? Ja, nou, ik ben daar. Ik deed eerst echt wel 3 keer in de week CrossFit. Maar toen kreeg ik heel erg last van mijn schouder.
Mm-hmm. En toen zei de fysio dus dat ik niet meer mocht crossfitten. Toen ben ik bij 4 fysio's geweest en niemand kreeg het eruit. Toen dacht ik, ja, volgens mij moet ik weer gaan sporten. Dus toen ging ik weer sporten, maar toen kreeg ik weer last van... Dus een beetje zo... Ja. En toen ben ik maar gestopt. Toen dacht ik, ja, dan stop ik maar, want ik weet het niet meer. Niemand kan mij helpen. Dus ja, het zal wel, dan kan ik gewoon niet crossfitten. Dat hoort dan ook niet bij mij of zo. Mm-hmm. En toen ben ik bij... ik kon het toch niet loslaten, want ik had toch weer één keer last van mijn schouder. Toen ben ik bij een Thais masseur geweest. En zei, ja, maar het komt uit je heup. Ik zo, uit mijn heup? Hoe dan? Nou, toen deed ik een paar keer aan mijn heup trekken en aan mijn knie trekken. Ja. Toen zat alles weer goed. Dus nu ben ik weer helemaal... Ja, zit allemaal weer soepel. Maar nu moet ik dus weer gaan crossfitten. Ja. Nou, moet niet, dat wil ik. Ja. Maar dat durfde ik toch nog niet helemaal. En nu heb ik een tatoeage gezet, dus mocht 2 weken niet sporten. Ah. Maar de eerste afspraak staat gepland volgende week zaterdag. Oh, cool. Oh, goed man. Maar even terug, want dat is wel heel fascinerend, hè? Dat je gewoon een klacht in je schouder krijgt, omdat je er iets mis is bij je heup of je knie. Dat zie je heel vaak, dat doordat het iets anders... We gaan heel vaak van, oké, ik heb last van mijn schouder. Ja, een fysiotherapeut kijkt dan naar de plek. En ik heb er echt 4 gehad. En dan was het iedere keer wel weg. Hè? 4 in een paar jaar tijd heb ik het dan over. En die masseerde dan, of die masseerde mijn nek en mijn schouder. Ja. En die tapte me in. En dan was het wel weer even een soort draagzaam. En dan ging het wel. Ja. Totdat het er weer inschoot. En dan dacht ik echt, oh, en nu? Ja. Dus dat was trouwens ook een doel voor mij. Toen dacht ik begin het jaar, ik wil dat echt niet meer. Ik wil gewoon pijnvrij kunnen sporten. Dus toen ben ik gewoon op onderzoek uitgegaan. Van, wat kan ik nog meer proberen dan alleen fysiotherapie? Ja. Toen kwam ik bij zo'n Thaise masseur uit. Het is niet echt fijn. Je denkt echt dat je op als je daar ligt van... Oké, dit doet echt heel veel pijn. Heel diep. Die kijk ook echt, maar het is heel raar, want ik ging daar op je tafel liggen. En toen zei ze van, nee, je moet niet op je buik gaan liggen, je moet op je rug liggen. En toen dacht ik echt, dat zat zeker niet. Dus toen lag ik op mijn rug. Ik dacht, op mijn rug, het zit aan mijn schouder. Ja. Waarom? En dus toen ging ze aan mijn knie zitten en toen duwde ze een paar energiebanen of iets met spieren, ik weet het niet. En toen ging alles stromen en toen dacht ik, En voelde je het zelf ook meteen? Ja, gelijk. Ik denk dat het echt voor 70% minder was. Echt? Oh, wauw. Ja. En hoe lang had je dan mee gelopen? 3-4 jaar. Serieus? Maar het klinkt nu wel misschien heel heftig, hè? Ja. Het is natuurlijk wel... Ja, op-af. Op-af, of een beetje. En dan met fysio was het weer oké. Oh, dat is wel echt geniaal dat dat dan gewoon werkt. Ja, maar zij kijken... Ja, ze worden ook allemaal opgeleid in Thailand. En ze kijken gewoon naar hoe je lijf. Ja. En die gaan gewoon een beetje aan je trekken. En denken, daar is het niet helemaal lekker. En dan lopen ze een keer over je heen of zo. Ja. En dan trekken ze een keer aan je arm. En dan een keer aan je teen. En dan... Is het goed. Ja. Maar dat is wel heel gaaf, weet je. Ja, maar daarmee heb je wel echt het verschil ook tussen de westerse wereld en hun wereld. Ja, want wij doen vaak gewoon het probleem. Willen ja, het is een stroomsverrijding. Maar we gaan nu naar de oorzaak toe. Ja. En, want misschien, 3-4 jaar geleden, dat weet je misschien wel niet meer. Maar ik weet nog vanuit mijn sport, als ik dan bijvoorbeeld een keer gevallen was, dan bleef ik ook wel vaak gewoon doorfietsen. Dan kreeg ik ook last van mijn nek en zo. Maar het lag niet aan mijn nek, het lag gewoon aan mijn rug, aan mijn heupen. Dus als ik nu klachten krijg, weet ik 19 komt het helemaal weer van mijn rug vandaan, waar het ook vandaan komt. Ja. Weet je, jezelf kan je misschien nog wel eens weten van, oké, dat komt omdat ik een keer gevallen ben. Of een keer gewoon gestruikeld ben over dat stoepje. En dan heb je jezelf een keer opgevangen. En dat is dan door blijven sudderen. Omdat je, weet jij veel wat er is gebeurd. Nee, dat weet je niet. Nee. Dat is wel echt, dat is wel super fijn. Dus nu, dat is ook weer een doel die je dit jaar hebt gerealiseerd. Om weer lekker te kunnen sporten. En nu ga je ook weer sporten. Ja, ik heb nog ondertussen wel... ik heb nog wel gebokst en yoga gedaan hoor, maar niet crossfit, dat eventjes niet. Nee. Dus dat was even, dan moet ik even mijn mind weer aan wennen of zo. Ja, snap ik, ja. En nu heb je altijd, tot en met december voor jou denk ik nog wel een drukke periode, dat er een leuke campagnes richting het najaar. Ja, maar dat weet ik gewoon nog niet. Dat is altijd een beetje, altijd last minute. Dat is dus de verrassing van Bloggers Live. Ja. Dat het de last minute is. Ja, alles is last minute. Ja. Dus vandaag een opdracht krijgen, maar moest eigenlijk gisteren online. Oh, serieus? Ja. Dat is gewoon... Ja, dat is gewoon zo. Oh, dat is wel... Heb je daar niet mee moeten... Ja, daar moet je even aan wennen. Ja. Dat je even zo ad hoc. Maar het geeft daarnaast denk ik wel een heel leuke dimensie aan je werk. Ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind dat heel prima.
Mm-hmm. Als ik nu al helemaal kerstcampagne... Weet je, je koopt natuurlijk ook altijd wel met het seizoen. Je gaat in december ga je geen aardbeien eten. Nee. Dus ik vind het dan ook niet heel erg dat het allemaal een beetje ad hoc is. Ja. Je kan ook anders niet aan boodschappen komen. Maar ik vind het ook niet leuk... er zijn wel mensen die dat doen hoor. In de zomer kerstrecepten, maar ik heb daar dan ook echt geen feeling bij. Dat nee. komt er ook gewoon niet uit. Nee, het nee. komt er gewoon niet uit. Nee, snap ik helemaal. Die creativiteit, zit je nog in de zon dan? Ja, nee, dat werkt bij mij niet. Nee, snap ik. En nu hè, volgend jaar, 2019, what's next? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat ik in ieder geval gewoon dit nog mag blijven doen. Mm-hmm. En ja, ik heb wel plan om een e-book te maken over mensen te helpen om gezond te lunchen op kantoor. Ah, dus dat is nog wel, dus dat is nog een plan. Maar verder, nee, ik weet het niet. Ik plan ook nooit heel ver vooruit hoor. Ze komt dadelijk in januari in één keer. Bon, ja, op, dit nou, is wat meestal neem ik altijd dan, dan komt kerst aan, dus dat is zo'n aanloop. En dan... dan is het denk ik 22 december of zo. En dan ga ik offline. Tot en met nieuwjaar. Dus dan neem je echt even een brust. Ja, dan trek ik alles eruit, zeg maar. Dan gaat Instagram eraf. Facebook heb ik ingepland. Kijk ook niet naar. Dus gaat mailbox gaan. Gaat dicht. Oh, dat is fijn. Er staan wel blogs ingepland. Mm-hmm. Maar dan ga ik echt even alles offline. En dan ga ik eventjes nieuwe dingetjes bedenken. Oh, cool. En dat doe ik dan echt. En dan ga ik... Ja, wel echt zitten van, oké, wat waren mijn doelen dit jaar? Wat heb ik gehaald? Een ding die ik niet heb gehaald, waarom heb ik die niet gehaald? En wat zijn mijn plannen voor volgend jaar? En doe je dat dan alleen? Of ga je dan met mensen samen nee, zitten? Nee, gewoon alleen. Doe gewoon alleen. Ja, soms wel met mijn vriend hoor, maar meer van, oh, wat zijn onze persoonlijke doelen? Van, oh, waar zouden we volgend jaar nog naartoe willen of zo? Ja. Of van, ja. dat... Hoe gaaf. En daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Want hé, je zit hier in principe hier alleen met Benja. Hoe zorg jij ervoor dat je die verbinding blijft houden met andere ondernemers? Of misschien heb je ooit wel behoefte om te sparren? Of ik heb daar niet zo'n behoefte. Ja, of misschien juist niet, ja. Nee, ik ben echt heel graag alleen. Ja. Ik vind het echt heel fijn. Ik heb natuurlijk wel collega-bloggers. Ik moet wel zeggen, daar connect ik mee via Instagram. Er zijn ook altijd wel... die bel. Ja. Dus dat wel. Maar ik ben echt wel heel veel alleen. En ik vind het echt heel fijn. Ja, fijn is dat. Ja, ja. Dus je bent zo wel happy dat je werk zo hebt ingericht. Ja, al ben ik nu wel aan het kijken voor een kantoor in Os. Om toch iets geconcentreerder te werken. Hm. Maar dat heeft eigenlijk meer te maken met dat ik het lastig vind... om zeg maar werk echt helemaal los te laten. Ik denk dat je dat als ondernemer nooit helemaal doet. Nee. Maar het is soms bij mij wel zo dat ik echt denk... als ik 's avonds een keertje in het weekend of zo wil een keertje Netflix... en denk ik, oh, ik zit nog steeds op kantoor. Ja. Of ja. zo een beetje. Dus dat is de reden. Maar het, heeft niet, maar het is niet de hoofdreden dat ik alleen ben... en dat ik met mensen wil sparren. Want zoveel mensen, zoveel meningen. Ja. En daarnaast heb ik nog wel... met mijn zus en nog met zijn vriend Tom doen wij met z'n drie altijd wel zakelijke dingen overleggen. Dus dat doe ik wel. Ja, maar dus heb je wel een soort van mensen waar je gelijkstemmen op zoekt om even een keer ja. creatieve ideeën dus of plannen dat, te werken. Dus dat wel. Ja, oh, dat is wel gaaf. Maar ik heb ook wel geleerd dat je niet te veel meningen van anderen moet vragen. Het is goed om en dat je wel goed moet nadenken met wie je plannen overlegt. Dus ik hou altijd wel heel graag dingen bij mezelf. Ja, nou, maar dat vind ik wel heel gaaf. Want je zei in het begin van dit gesprek, gaf je ook echt duidelijk aan van, weet je, ik maak keuzes op basis van mijn gevoel. Mm-hmm. Als ik dingen moet doen van een ander, dan werkt het niet. Nee. Dan blokkeer ik ook. Ja, dan, dat geldt dus ook voor de plannen die je hebt, weet je. Ja. En dat is waarschijnlijk de reden waarom je die tattoo niet tegen Jan allemaal hebt gezegd. Want je weet gewoon dat... Ja, weet je, ik ga het toch gewoon doen. Dus het maakt helemaal niet uit wat de rest ervan vindt. Nee, zelf met een e-book heb ik ook echt... heb ik ook al 100 meningen over gehoord. Ja, dan zeg maar niet meer te veel. Nee. Het gaat gewoon binnenkort online. En dan... Ja, gewoon lekker gaan rocken met wat je aan het doen bent. Want ik bedoel, dat heb je tot nu toe altijd al gedaan. Ja, daarom. Ja. Ja. Nou, mooi is dat, weet je. Als je dat van jezelf weet. En dat vind ik wel, als ik jou zo zie, dat echt zo dat je dat... Jij weet wat je wilt. Je gaat er ook gewoon voor. En ik wil bijna zeggen boeiend wat de rest ervan vindt, maar... Ja, nou, het ligt natuurlijk wel aan wie ergens wat van vindt. Ja, het heeft me wel met een persoon te maken. Ja, tuurlijk. En mensen die dichtbij je staan, dat doet natuurlijk iets meer met je. Ja. Ja, klopt. En het helpt ook wel om dan gewoon naar mensen te kijken van...
vanuit welke intentie zij reageren. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon uit angst reageren. Ja. Maar dat is hun eigen angst en die willen je beschermen. En als je dat weet, dan denk je soms wel, ook deel het wel. En als je dan zo'n reactie krijgt, dan denk je, ja, maar die reageert hierom zo. Dus dat vind ik wel leuk wat je dat zegt, want dat herkende ik pas bij mijn ouders. Ja. Die iets vertelde. Of ik denk dat toen ik mijn baan opzij, zo, zal je dat wel gaan doen? Of zou je dit? En dan denk ik, ja, het is aan pure bescherming wat zij doen. Echt bescherming, het is echt alleen maar uit liefde. Ja, zij willen alleen maar dat jij het beste hebt. En zij zien ook wel dat je het gelukkig bent, maar toch vinden ze het onzeker voor je. Ja, mijn vader en moeder zijn daarin altijd wel een mooie spiegel. Mijn moeder zegt altijd, zou je dat wel doen? Weet je dat wel zeker? Ja. Dus zij reageert altijd heel erg uit angst. En mijn vader vraagt altijd, Suzanne, ben je gelukkig? En dan zeg ik ja. En dan zegt hij, oh, ik ook. Die reageert altijd zo. En die spiegelt hem altijd daar aan. Dus dat is echt super mooi. Mijn moeder reageert altijd zo en mijn vader zo. Ja, oh, dat is mooi. Ja, ja, dat is echt heel grappig. Oh, dat is wel mooi. Ja, maar dat is ook wel mooi in hun relatie dan. Fijn dat ze dan, En mijn moeder is dan daarna, die reageert dan wel uit angst. Maar daarna appt ze natuurlijk wel dat ze het super leuk vindt en dat ze trots op me is. Dus maar daar merk je van, het is gewoon je angst. Ja. Je eigen angst die je nu op mij projecteert. Ja, en wat ik pas ook heb herkend is, want ik weet niet of jij dat ook goed ziet, dat ook sommige mensen ook reageren uit jaloezie. Dat mensen iets tegen je zeggen en je denkt, is dit nou van jou of is dit nou van mij? Weet je, dat... Ja, dat gebeurt ook. Ja, dat is ook best wel, vond ik in ieder geval best wel bijzonder. En ik dacht, wat schrijf jij nou? En dacht ik, hè? Ja, heb je natuurlijk ook wel eens met volgers of zo. Hoe groter je online wordt, dan kan je natuurlijk ook altijd wel iets meer negatieve reacties. En dat is ook vaak een soort jaloezie of zo. Of mensen willen, of het echt jaloezie is, ik weet niet. Die vinden het ook gewoon leuk om je onderuit te halen in de hoop dat zij daardoor... Denk je dat mensen dat leuk vinden? Nou ja, niet leuk. Ik denk dat het gewoon een soort patroon is. Die denken dan van, oh, als ik haar onderuit haal. Mm-hmm. Ik denk niet eens dat ze het zo op die manier denken, maar... Ja, die gebruik je als opstapje om omhoog te komen. Ja, voor hun eigen ego. Ja. En hoe ga je daarmee om als je iets minder positieve berichten krijgt? Blokkeren. Nee, het ligt wel echt aan de reactie. Is het echt inhoudelijk? Van is deze Suzanne waarom dit of dat? Dat is wel een heel ander gesprek dan... ik ben vegetariër trouwens. En ik deelde een aantal feiten onlangs over de vleesindustrie. Maar meer was niet foto's of iets. Het was echt gewoon een feit hoeveel water het kost. En toen kreeg ik echt een reactie. Jij wil echt de boeren kapot maken. En echt onaardig. Ik ga je nu ontvolgen. Ja. Echt? Ja. Ja. Ja, dat gebeurt. En dan moet ik eerst denken, kat. Waarom doet zo iemand dat? En daarna denk ik, oké, Suzanne, eerst even laten, dus dan laat ik het. Ja. Maar meestal hou ik die persoon daarna wel even onderuit op Instagram. Dat is niet heel aardig. Oh, ja, maar dan niet met naam, maar dan laat ik wel aan de rest van mijn volgers zien van, dit is wat er gebeurt. Ja. En de reden dat ik deze feiten over vlees deel, is omdat dit gewoon de waarheid is. Ja. En als je daar niet mee kan dealen, ga maar gewoon weg. Ja. Ja, maar dat is zo, is het ook. En ik vind het prima, terwijl ik ook echt een boer heb die mij volgt. En daar heb ik altijd super mooie gesprekken mee. Dus het ligt ook wel aan hoe iemand reageert. Als jij gewoon inhoudelijk een verhaal met mij begint of een gesprek, dan is het helemaal goed dat je het niet met me eens bent. En ik wil ook helemaal niet dat iedereen het met me eens is. Of dat je stuurt, ja, Suzanne, ik vind het echt stom, want je wil alle boeren kapot maken. Dan kan je al geen gesprek meer hebben. Nee, dat is al meteen gesloten. Ja, dat is al gesloten. Want dat is het voor jou. Althans, die inschatting maak ik helemaal niet. Weet je wel, het gaat... ik vind het heel mooi dat mensen elkaar in de waarde laten. En dat je dat zo vindt. Of zo vindt. Dat als mensen die keuze maken, is dat prima. En het is toch prima dat mensen gewoon... Ja. Kijk, als jij vlees wil eten, prima. Ja. Maar ga dan niet zeggen dat die ik weet waar ik die cijfers vandaan heb. Dus ga dan niet zeggen tegen mij van, oh, je wil de boeren kapot maken. Ja, de waarheid is soms gewoon een beetje hard. En ik wil dat mensen de keuze maken om geen vlees te eten. Omdat ze die feiten hebben gezien of omdat ze het voelen. Ja. En ik ga ook niemand daar op de vingers tikken dat je dat moet doen. Nee. Maar ik vind het wel leuk als we daar een gesprek over kunnen hebben. En dat kan ik dan bijvoorbeeld met die boer wel. En met meer mensen kan ik daar een gesprek over voeren. Ja. En wat zegt die boer ervan? Oh, die vindt het alleen maar mooi. Die zegt, jij streeft ook naar een eerlijke voedselketen. Ja. Dat is eigenlijk ook... Ja.
En daar streven die boeren ook naar. Tuurlijk. Ja, want mijn ouders zijn boer. Ja. En ik zit er ook wel eens ooit over na te denken, weet je wel. Ik eet ook weinig vlees en ook liever gewoon plantaardig. Ja. En dan denk ik gewoon, als ik puur naar mijn ouders kijk, weet je met hoeveel passie die werken. Ja, ja, ja. Dat is echt, die hebben een geweldig leven. En met die beesten, jongen, dat is net eigenlijk met jouw hond zijn. Voor mijn ouders, als die dieren ziek zijn, dan zijn ze helemaal... Ja. Die willen die dieren genezen op zo'n natuurlijk mogelijke manier. Ja, tuurlijk. Maar wij zitten in een maatschappij, weet je, ja, hoeveel mensen... Die willen gewoon überhaupt niet meer voor vlees betalen. Nee, klopt, maar dat is natuurlijk voor meer producten. Melk, alle producten, zeg maar. En dat, groente, fruit. Ja, ook dat met je vader, die worden allemaal gedwongen. Dat is eigenlijk in de groente ook gedwongen op zo'n snel mogelijke manier. Klopt. Voeding te produceren. Ja, en dat gaat ten koste van... ik zeg niet dat die beesten bij mijn ouders in de stal, die hebben het hartstikke goed. Maar ja, dat zou wel. Ja, maar het gaat ook natuurlijk omdat het op zo'n grote schaal gebeurt, gaat het wel ten koste van de aarde. Ja, voor de aarde. Een stukje duurzaamheid. Ja. En de aarde raakt dan ook weer ons. Ja. Dus daarom vind ik het heel mooi om daar de discussie over te hebben. Maar ja, daardoor roep je soms wel negatieve reacties op of weerstand. Maar is het echt inhoudelijk, slaat het helemaal nergens op. Ik had pas ook iemand... Oh, daar hebben we weer een linkse bomenknuffelaar of zo. Dan is het gewoon echt blok. Want weet je, het is mijn podium, het is mijn platform. En ik zou ook nooit iemand neerhalen. Dus hoef je mij al helemaal niet daar neer te halen. Begin je eigen blog, begin je eigen Instagram. Dan kan je het helemaal volzetten met jouw mening, maar niet bij mij. Nee, ja, wel mooi dat je zo sterk in staat. Ja, maar dat is ook wel 5 jaar blog voor mij. Ja, dat is wel even... Want de eerste reactie die ik daar ooit over kreeg, kan me gelukkig niet meer herinneren. Dan liet ik het gewoon mijn vriend typen, hè? Want dan zat ik zo vol in de emotie. Dan zei ik, ja, maar ik kan hier echt niet meer normaal op reageren. Wil jij het typen? Ja, dat snap ik. Dat is ook zo. Dat ik moet groeien, weet je. Dat je afstand van kan nemen. En dat het niet bij jou ligt, maar bij die ander. En dat meer over die ander iets zegt. Ja. En dat, ja... Ik had pas zelf ook een reactie. Ik dacht, oh ja. En toen merkte ik ook vooral, weet je, want ik merk dan ook van op het moment dat jij bijvoorbeeld in de winter minder goede dag hebt gehad en je krijgt zo'n reactie, komt die reactie bam binnen. Ja, die komt keihard binnen. Ja. Keihard. Want dat vergeten mensen ook. Je bent uiteindelijk ook gewoon een mens achter dat scherm. Ja, en jij kan inderdaad ook gewoon een keer een minder goede dag hebben. En dan komen die. En op het moment dat je goed lekker in je vel zit, mooi weer is, naar buiten bent geweest, net hebt gesport en je krijgt die reactie en je denkt, ja prima, dit is van jou, laat maar. Ja, en het moet ook wel zeggen dat je daarin groeit hoor. Als je er een paar hebt gehad, dan kan je daar wel iets makkelijker mee omgaan. Ja, en je krijgt ook heel veel leuke reacties. Ja, meer, veel meer. Ja. Maar dat is dan weer al raar. Die blijven ook hangen, maar de negatieve die blijven dan iets meer. Iets meer hangen. Ja, ja. Dat snap ik. Ja, maar wel mooi dat je zulke mooie volgers hebt. Want die delen dan, ik zie wel eens ook dingetjes voorbij komen, recepten van Ja, ik ben een superleuke volger. Dus ik denk al, daar ben ik echt heel blij mee. Ja, dat snap ik. Ja. 100.000 mensen die gewoon je blog bezoeken. Ja, en heb je ook nog stille volgers natuurlijk. Daar heb je daar ook heel veel van. Ja, die gewoon eens een keer een lekker receptje maken. Ja. En want dat is heel mooi. Dat je... Die en mensen heb je ook gewoon nog in je e-mail natuurlijk reacties. Ja, er zijn ook mensen die gewoon e-mailen van, oh, ik heb een lekker recept gemaakt. Ja. Ja, oh, dat is leuk. Of door jou heb ik nu al 2 dagen vegetarisch gegeten. En ja? Yes. Ja, dat is mijn doel. Ja. Dan. Wauw. Dat is wel echt heel mooi, dat je echt mensen aanzet om... Ja, ja. Ja, of gezonder, of minder vlees. Ja, of minder vlees, of inderdaad. Of bewuster. Ja, in ieder geval bewuster. Ja. Want ik heb niet de overtuiging om de hele wereld vegetariër te maken. Helemaal niet. Nee. Maar het kan wel een tandje minder. Ja. Nou, mooie overtuiging heb je. Ik heb nog een paar vragen aan jou, Susanne. Oké, vertel. 3 afsluitende vragen. Okay. Dan mag je de zin afmaken. Oké. Okay. Mijn grootste droom is... Ik weet het niet. Wat is mijn grootste droom? Ik denk toch wel dat we de aarde iets beter voor de aarde gaan zorgen met z'n allen. Maar dat is eigenlijk meer mijn wens voor de wereld. En... Ja, die heb ik ook. Hier staat letterlijk, ik wens de wereld. Ja, nou, meer gewoon dat we beter voor deze planeet zorgen. Zodat onze volgende generatie ook een toekomst heeft. En mijn droom voor mezelf is denk ik... Ja, een huis in het bos lijkt me wel heel leuk, ooit. Ja, dat kan niet. Ik wil heel graag in het bos wonen. Terwijl ik heel dichtbij het bos woon. Ja. Dus maar, en of het echt persoonlijk... Ja, nee, dus dat is wel iets aan de rand van het bos. Ja. Dat is dan wel... Oh, mooi.
En ik geloof in... Ja, liefde denk ik dan maar. Mooi. Liefde. Ja. Ja, ja, dat is het mooiste om vanuit de liefde te creëren, ja, dingen te doen. Ja. En dan ook vooral die liefde voor jezelf. Tenminste, dat vind ik zelf ook altijd belangrijk. Ja. Maar daar ben jij volgens mij ook goed mee bezig om die liefde aan jezelf te geven. Zodat je met je website toppen content. Ja, maar weet je, ik denk dan altijd wel van, als ik niet voor mezelf zorg, dan start mijn hele bedrijf in. Ja. Dus ja, dan moet ik toch wel echt zelf eerst goed in mijn vel zitten. Ja, ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja, maar dat is ook wel lastig hoor. Want je gaat toch ook wel weer makkelijk over een grens in. Oh, nog even, we doen nog even dit. Oh, we doen dit er nog even doorheen. Dus, maar vind je het dat omdat dan jouw ego denkt van, ik moet het nog allemaal doen? Die toch ja, die... of het echt mijn ego is, ik weet dat nooit. Het is ook gewoon een soort drive. Een stukje streberigheid. Ja. Oh, en hup, ik heb altijd wel geleerd, hup, doorpakken, hup, niet zeuren, gaan. Dat is een hele mooie eigenschap, totdat je... Ik doe mezelf graag altijd tot de grens, en dat gaat prima. Maar ik moet altijd leren om er niet over te gaan. Mm-hmm. En dat blijf ik wel een uitdaging vinden. Dus niet over de grens heen gaan. Ja, tot de grens. Tot de grens. Op blijven staan. En weet je ondertussen de resultaten of de signalen die er bij je afgaan? Dat ja, je... dan gaat mijn lijf... Gaat, maar dan zit je er overheen. Ja, maar ik, ja, nee, ik weet niet. Daarvoor weet ik nog niet zo goed. Ah, dat ben ik. Dat is een uitdaging voor 2019. Suzanne, waar kan iedereen jou volgen? Nou, op mijn website www.puursuzanne. Instagram Puur Suzanne en Facebook Puur Suzanne. Nou, dat is overal. Yeah. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Yeah. Ik ga ook alle contactgegevens in de show notes neerzetten waar iedereen jou kan vinden. Zijn er nog dingetjes die jij zegt van, Sanne, dat ik nog graag willen delen? Of dit ben jij vergeten te vragen? Nee, volgens mij niet. Ik vond het een leuk gesprek. Dankjewel, ik vond het ook een heel fijn gesprek. Dankjewel, Suzanne. Ja, graag gedaan.